De winkels in de hele woonplaats Ede hebben toestemming gekregen om op zondag open te gaan. In het referendum rondom de koopzondag richtte een derde vraag zich alleen op Ede Centrum. Een belangrijk discussiepunt tussen de politieke partijen. Daar hebben diverse leden binnen de raad zich over verbaasd. Ook heel veel Edenaren hebben daar vragen over gesteld aan ons. En ik word er een beetje moe van om elke keer uit te leggen dat die zes partijen hiervan de oorzaak zijn. En dat helaas de christelijke partijen daar niet over gegaan zijn. We hebben het hele proces natuurlijk als teleurstellend ervaren. Omdat de meerderheid van de Edenaren gewoon gezegd hebben van wij willen geen zondagsopenstelling. Althans, de hele gemeente Ede. En wat je nu ziet, dat is toch dat bepaalde delen eruit gepakt worden. Want de situatie die na het referendum is ontstaan, is dat er eigenlijk op allerlei manieren is gemarchandeerd, zeg maar, met de uitslag. Ik vind het heel grappig. Nou, een meerderheid van de gemeente Ede zegt 57%, we zijn tegen. En weldra, wat zie je gebeuren? Dat er op allerlei manieren toch gezocht wordt van, kun je niet heel creatief gezien een meerderheid formuleren op bepaalde plekjes, zodat er toch enige vorm van koopzondag kan zijn. Raadplegend is naar onze opvatting, zeg maar, richtinggevend. En andere partijen in de raad hebben dat uitgelegd als een absolute referendum, een absolute uitslag. Ja, wij hebben dat wat vrijer geïnterpreteerd. Dat is niet des Edes. Des Edes is altijd geweest van, hou toch rekening mee met wat minderheden. En als het dan net een krappe meerderheid is, dan moet je dat gewoon niet doen. De positie van een aantal ondernemers in Bennekom is lastiger geworden nu. Want naast Wageningen zijn ook in Ede de winkels nu geopend. Ja, dat is een uitruil geweest om D66 en GroenLinks binnenboord te halen. We hebben er lang over nagedacht, over Bennekom erbij of Bennekom er niet bij. En het voorstel wat de zes partijen hebben ingediend, die hebben op een groot draagvlak kunnen rekenen. En Bennekom heeft het niet gehaald, zo zou je het kunnen zeggen. En om nu weer die discussie open te breken, dat is niet aan de orde. Bennekom heeft in eerste instantie ook in het initiatiefvoorstel gestaan om met de supermarkten open te gaan. Maar er was geen draagvlak voor bij de anderen. Ik denk dat het verstandig zou zijn om dat op enig moment te heroverwegen of die supermarkten niet open moeten. Maar wanneer, dat durf ik niet te beloven en zeker niet op korte termijn. Nou ja, je zou kunnen kiezen om in Ede weer te gaan sluiten. Dan kan ik me zo een ondernemer in het centrum van Bennekom te denken van, nou, helaas, jammer, tegen het gaat niet door. En dan kijkt hij naar zo'n gemeenteraadsvergadering en wat ziet hij daar gebeuren? Nou, alles blijft zoals het is, maar in Ede, dan gaat het opeens open. Je zult dan maar een supermarkt hebben en je mag niet open. Dat is natuurlijk heel lastig. Maar zo'nzelfde situatie kun je ook gaan krijgen met Edeveen. Veenendaal straks misschien open, althans de supermarkten, dan is Ede open en dan krijg je zo'nzelfde situatie. Bij de volgende verkiezingen kan de koopzondag zomaar weer actueel worden. Ik denk dat het goed is dat we toch de mogelijkheden gaan bezien om toch weer terug te komen tot een nul koopzondagen. Gewoon geen koopzondagen meer. Als het aan de VVD ligt, geven wij een verruiming voor de hele gemeente. Dus Ede stad en alle buitendorpen. Ik vind dat ook een beetje flauw om nu te direct te zeggen van, nou, als wij straks 20 zetels halen. Nou, het CDA heeft geen 20 zetels, we hebben er 6. Dus je kunt niet alles doen wat je zelf wil. Dan gaan we alles terugdraaien.